Partijgenoten, de burger van nu wil zelf kiezen waar hij zijn geld aan besteedt. De overheid als superregelaar is exit. Het pamperen is voorbij. Het gat dat de overheid laat vallen, dat moeten de mensen maar opvangen met gemeenschapszin. Zo deed de Volkskrant verslag van de gemeente Berkelland, waar het mes diep in de bibliotheken, de muziekscholen, de VVV-kantoren en de welzijnsvoorzieningen gaat. En dat alles onder het motto: vanaf nu is het aan de burgers om er samen wat van te maken. De visie? Shocktherapie. Gewoon een kwestie van druk laten ontstaan, waardoor de mensen het zelf wel moeten gaan doen. En de Volkskrantjournalist die verslag deed, die vroeg zich vertwijfeld af waar die shocktherapie toe zou leiden. Welkom in de gemeente Berkelland. Of beter gezegd, welkom in Rutteland. Waar op zichzelf noodzakelijke bezuinigingen tot een liberaal-conservatieve koers leiden, waar de verbinding tussen mensen niet wordt versterkt, maar op de proef wordt gesteld. En op mijn tochten door het land deed ik een paar weken geleden de Achterhoek aan. En ik begon in Berkelland. En wat ik zag is dit. Het beleid van het rechtse college van Berkelland leidt niet naar kwaliteit van leven, maar tot kaalslag. En daarna ging ik naar het nabijgelegen Doetinchem. In Doetinchem, daar moesten ze ook bezuinigen. En in Doetinchem geloven ze ook in gemeenschapszin. Maar niet in gemeenschapszin als schaamlab voor de mededeling: het geld is op, zoek het zelf maar uit. Als schaamlab voor de overheid die trekt zich terug. Wel in moderne gemeenschapszin, waarbij onze gemeenschappelijke voorzieningen van mensen zijn en de overheid creativiteit en solidariteit in de gemeenschap faciliteert en ondersteunt. In Doetinchem is de gemeente bondgenoot van de mensen. En het motto van de Doetinchemse wethouder Otwin van Dijk is: mouwen opstropen voor werk, wijk en zorg. Otwin die vindt het belangrijk dat mensen wat van hun leven kunnen maken. Maar sommige mensen die hebben een zetje nodig. En dan zegt hij niet: je zoekt het zelf maar uit. En dat heeft niks te maken met pamperen. Otwin die houdt er niet van om mensen te zien als slachtoffer. Hij vindt dat mensen ook zelf de mouwen op moeten stropen om er wat van te maken. En ook als u Otwin niet kent, dan had u het al door. Otwin die is van ons, van de Partij van de Arbeid. Otwin is door en door een sociaal-democraat. En het is niet voor niets dat juist in Doetinchem zoveel mensen met een arbeidshandicap, maar liefst 40%, mede dankzij de inzet van de gemeente, bij een doodgewone werkgever aan de slag zijn. Rutte zou er zijn vingers bij moeten aflikken. Maar u begrijpt, juist hier vrezen ze de enorme bezuiniging van dit kabinet. Want die stelt dit succes in de waagschaal. In Doetinchem weten ze uit ervaring dat bedrijven wel mensen met een handicap, met een arbeidshandicap aan willen nemen, maar alleen met extra begeleiding. En die wordt nu net wegbezuinigd. Vrienden, is er een mooier voorbeeld om te laten zien waar de Partij van de Arbeid voor staat? Voor gemeenschapsvoorzieningen die iedereen in staat stellen om het beste uit zichzelf te halen. Voor een zetje in de rug voor mensen die dat nodig hebben. Voor een samenleving waarin mensen elkaar bijstaan in goede en in kwade dagen. Voor een samenleving waarin de collectieve kracht ten dienste staat van individuele wensen en mogelijkheden. Waar de kracht van de gemeenschap ruimte schept voor het individu. Dat zijn de gedachten en ideeën waarmee onze voorgangers op 9 februari 1946 bij elkaar kwamen om de Partij van de Arbeid op te richten. En dat wij onze 65ste verjaardag pas nu op 1 mei vieren, hangt samen met de verkiezingen voor Provinciale Staten. Die hadden prioriteit. Het voorkomen van een rechtse meerderheid in de Eerste Kamer. En we weten pas over een week of drie of het gelukt is. Maar zeker is nu al dat die verkiezingsuitslag de leraren en de kinderen in het speciaal onderwijs het komende jaar alvast een hoop ellende bespaart. De verkiezingen over de Provinciale Staten die gingen immers ook over de vraag of het kabinet een meerderheid zou halen om te bezuinigen op de meest kwetsbare kinderen in het speciaal onderwijs. Een bezuiniging die het voor deze kinderen zoveel moeilijker maakt om hun talent te ontplooien.
En er zit nog heel veel geld in het speciale onderwijs. En daar kan best wat van af, vonden de liberalen. En de PVV zei het erna. En het CDA. Met lange tanden weliswaar, want hun congres zei nee. Maar het was een van de vele prijzen die betaald moesten worden om dit kabinet mogelijk te maken. Deze bezuiniging op het speciaal onderwijs is nu voor een jaar uitgesteld. En dat alleen al was mij het campagnevoeren waard. Maar tevreden ben ik nog niet. Wij rusten niet voordat deze achteruitgang voor de meest kwetsbare kinderen helemaal van de baan is. Intussen heb ik 9 februari niet helemaal aan me voorbij laten gaan. In Rijnsburg had ik het genoegen om de 80-jarige mevrouw Hogewoning te feliciteren met haar 65-jarige lidmaatschap van de partij. En het was ontroerend om te zien hoe deze nuchtere dame 65 jaar later nog steeds vol strijdlust en idealen zit. Ontroerend en inspirerend. En ik zei het daarnet al, ook mijn ouders behoorden tot die allereerste leden. En zo was de partij van meet af aan een belangrijk onderdeel van mijn eigen leven en van mijn eigen geschiedenis. Mijn moeder zat in de gemeenteraad in Heemstede en ik zat daar als jongetje op de publieke tribune. En daar zag ik hoe mijn moeder zich druk maakte om het welzijn en de vrijheid van mensen, om hen meer kansen te geven. Spreiding van inkomen, kennis en macht, dat was de wervende leuze van Den Uyl toen ik zelf in 1967 lid werd. De vraag is nog gerezen of dat echt in 1967 was of dat dat pas in 1973 was. Ik heb het niet nagezocht, maar in mijn geheugen zit die 1967 gebakken. Daarom ben ik lid geworden. En dat zijn de uitgangspunten van onze partij, waarmee ik me meteen verbonden voelde en waarmee ik me tot op de dag van vandaag verbonden voel. Want het zijn precies die ingrediënten die onze samenleving eerlijker maken en prettiger om in te leven. 9 februari 1946. Op die dag sprak Banning, onze eerste voorzitter, en ik citeer hem: er is een doorbraak, er wordt een nieuw begin gemaakt. Een nieuwe weg wordt geopend, hier, de Partij van de Arbeid. En vandaag, 65 jaar later, sta ik hier, trots, vol trots, als leider van deze Partij van de Arbeid. Trots op wat bereikt is en vol strijdlust om wat ons te doen staat. Want we hebben onze tijd goed besteed. We hebben gestreden voor gelijke kansen voor iedereen. Voor goed onderwijs, voor goede huisvesting, voor een behoorlijke ouderdagsvoorziening die geëvolueerd is tot een goed sociaal zekerheidsstelsel. Voor de emancipatie van vrouwen, van homo's, van andersdenkenden. Voor vrijheid en rechtvaardigheid, voor een democratische rechtsstaat. Voor een fatsoenlijke verdeling van kansen in een wereld waarin mensen niet worden uitgebuit. Een samenleving waarin het kapitalisme wordt beteugeld, zodat er geen krankzinnige en niet te begrijpen verschillen in rijkdom en welvaart tussen mensen bestaan. In ons land heeft vrijwel iedereen het beter dan 65 jaar geleden. De welvaart is onmiskenbaar groter. Er zijn meer kansen om je talenten te benutten, te groeien, te worden wie je kunt en wilt zijn. Mensen worden uitgedaagd om in zichzelf te investeren en in de wereld om hen heen. Kennis is niet meer voorbehouden aan mensen met geld, maar aan mensen met talent. En zij die niet kunnen, die worden opgevangen en meegenomen en niet achtergelaten. Ieder individu is waardevol, maar ieder individu is ook een sociaal wezen. Staat in een samenleving en ontleent daaraan ook zijn kracht. Want samen sta je sterker. Uiteindelijk zijn we op elkaar aangewezen. En dat heeft de afgelopen 65 jaar overtuigend laten zien. En wij zijn trots op onze bijdrage die de Partij van de Arbeid heeft kunnen leveren op weg naar een meer sociale democratie. Maar die balans tussen individu en gemeenschap, die komt niet vanzelf tot stand. Die moet in iedere tijd opnieuw vorm krijgen. Ik had het net over de verworvenheid dat kennis niet meer is voorbehouden aan mensen met geld, maar aan mensen met talent. En die principiële verbetering, die is er. Maar ook hier, achteroverleunen, is er niet bij. Afgelopen week verscheen er een rapport dat waarschuwde voor de kloof tussen hoger opgeleide en lager opgeleide, met alle gevolgen die dat voor werk, inkomen en maatschappelijke deelname betekent. En wie zo'n kloof niet wil, die zal gericht moeten ingrijpen.
achterstanden wegwerken, kansen bieden, uitdagen. Maar niet zoals in Rutteland mensen aan hun lot overlaten. Werk aan de winkel dus. Werk aan de winkel op basis van onze uitgangspunten en idealen. Want die bepalen hoe wij de toekomst met al zijn nieuwe vragen, met zijn kansen en met zijn uitdagingen tegemoet zien. En laat ik eerst iets zeggen over die uitgangspunten en idealen. Ik zal u vertellen waarin ik geloof. Ik geloof in een wereld waarin iedereen ertoe doet, hoe verschillend die ook is. Ieder mens is uniek en waardevol, interessant en nodig. Iedereen op zijn eigen manier. Maar ik geloof ook in een wereld waarin ongerechtvaardigde verschillen in welzijn en in zorg bestreden worden. Want ik begrijp nooit zo goed waarom die ene mens het zoveel beter zou mogen hebben dan die andere. En ik geloof dat dat een voorwaarde is voor een eerlijke en een vreedzame wereld. Ik geloof in een wereld waarin iedereen de gelegenheid moet krijgen om zijn of haar talenten te gebruiken. Maar ik geloof ook in een wereld waarin sprake is van wederkerigheid. Van voor wat hoort wat. Waarin van iedereen een bijdrage naar vermogen mag worden gevraagd aan de gemeenschap die wij samen vormen. Het een niet zonder het ander. Gelijk oversteken. Sociaal zijn is ook streng zijn. Het zijn twee kanten van dezelfde medaille. Ik geloof in een wereld waarin we met zorg omgaan met onze grondstoffen. En niet alleen uit eigen belang. Maar ook omdat we de dure plicht hebben om de aarde op een fatsoenlijke manier voor onze kinderen en kindskinderen achter te laten. Ik geloof erin dat we verder komen wanneer we de handen ineens slaan en niet tegenover elkaar staan, maar zoveel mogelijk naast elkaar. En dat is niet gemakkelijk, juist omdat mensen zo verschillen. En dat vraagt om luisteren naar argumenten, om belangen afwegen, naar de toekomst kijken, problemen niet uit de weg gaan. Over onze eigen schaduw, opvattingen en tradities heen kijken wanneer dat nodig is. Je durven blijven afvragen of je op de goede weg bent. En dat is ook over je eigen partijbelang heen kunnen stappen en samenwerking aangaan met anderen. Ik geloof in een partij die leert van fouten die ze heeft gemaakt in het verleden. Jazeker, ook wij als Partij van de Arbeid hebben fouten gemaakt. Politiek is mensenwerk en mensen maken fouten. Te lang zijn we bezig geweest met een werkelijkheid en met idealen die voor een deel van onze achterban weinig met hun dagelijkse leven te maken hadden. En lang niet altijd zijn onze daden in overeenstemming met onze idealen. Te lang hebben we in ons enthousiasme voor de overheid als middel voor een eerlijker samenleving te weinig aandacht besteed aan de kwalen van de overheid, aan de bureaucratie, de moerassigheid, de onbetaalbaarheid. En van die fouten hebben we geleerd. En hoewel we nog veel vertrouwen terug moeten winnen, het leren van die fouten, dat brengt ons verder. En wie met die blik naar de wereld kijkt, die ziet ook hoeveel er nog te winnen is. Ons gevoel voor solidariteit stopt niet als in Nederland het gros van de mensen prima rondkomt en tevreden is, maar er ondertussen in ons land 300.000 kinderen in armoede opgroeien. Ons gevoel voor rechtvaardigheid wordt aangetast als er in de financiële sector bonussen worden uitgekeerd, terwijl gewone gezinnen en de mensen in de bijstand de rekening van de financiële crisis betalen. Ons gevoel voor vrijheid wordt geweld aangedaan als mensen niet over straat durven. Of als kinderen de toegang tot een school verboden wordt, omdat zij ervoor kiezen om een hoofddoekje te dragen. En ons gevoel voor gemeenschapszin is onvervuld als de dikke ik steeds meer het grote wij wegdrukt. En onze idealen zijn al helemaal niet gerealiseerd in de wereld. Kijk naar de landen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika, waar mensen schreeuwen om vrijheid en waar de kracht van die gezamenlijke gebalde vuist dagelijks tot onze huiskamers doordringt, maar waar geen spoor van democratie is, laat staan van een rechtsstaat. Het grootste deel van de mensen leeft niet in vrijheid, maar wordt door medeburgers of door hun overheid onderdrukt. Er is veel te weinig werk. En tegelijkertijd geen spoor van een 8-urige werkdag. Veel kinderen gaan niet naar school en moeten als slaven werken. Er is armoede en honger. De harde realiteit is dat vrijheid en rechtvaardigheid een schaars goed zijn in de wereld. En wij vieren die 1e mei in dat perspectief, in die mondiale verbondenheid. Precies 70 jaar geleden, op 1 mei 1941... hield Drees een 1 mei-rede in het kamp Buchenwald. Hij zat daar een jaar opgesloten en hij zei tegen zijn medegevangenen:
Wij weten dat het ideaal hoog gesteld is. En wij weten ook dat een dergelijk ideaal niet in alle volmaaktheid verwezenlijkt wordt. Maar dit besef mag niet leiden tot kleinmoedigheid of tot het beperkt houden van onze doeleinden. Het best mogelijke wordt niet verkregen zonder zijn streven te richten op wat tenslotte niet geheel bereikbaar is. En bij de oprichting van de PvdA zei Drees: wij zullen, hoop ik, een partij worden vol van realisme en idealisme. Dat is de partij waar Drees op hoopte. En dat is de partij die wij geworden zijn. Het is ook de partij waar Max van der Stoel vanaf het eerste uur voor heeft gekozen. En als er iemand is die die beide karakteristieken, idealisme en realisme, op een prachtige manier in de praktijk heeft gebracht, iemand die daarmee vrijheid en mensenrechten in de hele wereld dichterbij heeft gebracht, dan is hij het wel. En ook dat zeg ik vandaag met grote trots. Wij zijn de partij van Max van der Stoel. En zo, partijgenoten, zijn onze uitgangspunten springlevend en hard nodig. Hard nodig in de wereld, hard nodig in Europa, hard nodig in ons eigen land. Want kijk wat het kabinet Rutte doet. Achter de agenda van bezuiniging zit een hele andere agenda. Een conservatief-liberale agenda. Een agenda van minder overheid, van grotere inkomensverschillen, van afbraak van gemeenschapsvoorzieningen. Berkelland is Nederland in het klein. Kijk naar het advies van de Raad voor Cultuur van afgelopen vrijdag. Bezuinigen op zijn zeilstraas leidt tot kaalslag. Kijk naar het bestuursakkoord met VNG en IPO, waar het kabinet zo tevreden over is. Het leidt tot kaalslag in de sociale werkplaatsen en tot een geweldige achteruitgang voor jong gehandicapten. Kijk naar de licht verstandelijk gehandicapten. Ze worden gewoon weggedefinieerd. Kijk naar het openbaar vervoer in de grote steden. Kaalslag. Kijk naar het integratie- en inburgeringsbeleid. Weggesaneerd. Kijk hoe hoog de dijken rondom ons land worden opgetrokken. Geen mens er meer in, laat staan moslims. En zie hoe vanzelfsprekend velen een ongelijke behandeling van moslims zijn gaan vinden. En wie er iets van zegt, die wordt weggezet. Kijk naar de schrikreacties van CDA en VVD over de Arondeus-lezing van Thomas van der Dunk. Vrijheid is ook altijd andermansvrijheid. Mijn tekst voegt daar nog iets aan toe, maar u begreep het al. Wat ik er nog aan had willen toevoegen was: al moet Wilders dat nog leren. En juist bij bezuinigingen geldt: je moet saamhorigheid wel organiseren. Er staan inmiddels fundamentele waarden op het spel. Op de arbeidsmarkt ontstaat een steeds grotere kloof met grote risico's en onzekerheid aan de onderkant door de enorme concurrentie. Terwijl de top prima voor zichzelf zorgt. En als wij willen dat die AOW-leeftijd omhoog gaat, dan moet daar ook tegenover staan dat er werk is voor iedereen. En als wij willen dat de samenleving een werkelijke samenleving blijft, dan moeten die verschillen ook niet zo groot zijn. Te beginnen bij die bonussen, die soms een veelvoud zijn van wat gewone mensen in een jaar verdienen. Wij willen dat verbeteringen in die arbeidsmarkt vanuit dat perspectief bekeken worden. En al helemaal in het licht van de vergrijzing. Die komt razendsnel op ons af en vraagt om solidariteit tussen jong en oud. En die solidariteit die ligt niet voor het oprapen. Ouderen die willen na een leven van hard werken de zekerheid van een goede oude dag. Jongeren willen niet zonder meer daaraan bijdragen met een perspectief dat slechter is dan van die oudere generatie. Kijk, dat zijn de problemen waar wij de tanden moeten inzetten. En dat geldt ook voor het grootste vraagstuk waar we voor staan. De energie- en klimaatcrisis. Rutte komt niet veel verder dan de bouw van een nieuwe kernenergiecentrale en het afschaffen van subsidies voor de ontwikkeling van schone energiebronnen. Wij hebben voorgesteld om in ons land de handen nu werkelijk ineen te slaan en met elkaar een beleid te gaan ontwikkelen dat niet één, maar vele kabinetsperioden stand houdt. Want dan dragen we werkelijk bij aan de oplossing van dit hoogst urgente probleem waar we als wereld nog ongeveer één generatie de tijd voor hebben.
Het kabinet Rutte heeft woeste plannen voor het snoeien van de overheid. Snoeien om te groeien heet dat. Het mocht wat. Veel idee en perspectief zit er niet achter. Het is de botte bijl met een nullijn voor ambtenaren in het vooruitzicht. En dat terwijl wij juist een perspectief moeten bieden op die publieke sector. Zodat jongeren zich straks aangetrokken voelen om te werken voor dat algemene belang. Een perspectief waarin de overheid niet alleen een strenge en rechtvaardige bewaker van onze rechtsstaat is, maar ook een bondgenoot. Die ervoor zorgt dat daardoor ons leven waardevoller is. En wij gaan met die publieke sector aan de slag in de partij. Vanuit de overtuiging dat die doelen nu niet gehaald worden, maar wel van wezenlijk belang zijn voor een samenleving naar onze snit. En dan Europa. Europa is een hersenkraker. We hebben een groot gemeenschappelijk belang, maar er zijn ook twijfels. Een gezamenlijke munt vraagt ook gezamenlijke verantwoordelijkheid. En dat geldt ook voor een gezamenlijk beleid als het om migratie gaat. Gemakkelijke antwoorden zijn er niet. Het gaat hier om heel wat meer dan alleen maar onze contributie aan Europa. En ook in onze partij wordt dat een grondig debat. Vrienden, de oprichters van onze partij brachten de oude idealen opnieuw tot leven in fundamenteel nieuwe omstandigheden. Het land lag in puin. De menselijke waardigheid was in de oorlog met voeten getreden. Een nieuw begin was nodig, maar moeilijk. En wij vieren vandaag de bijdrage die de sociaaldemocratie niet alleen aan de wederopbouw, maar ook aan het vormgeven van de verzorgingsstaat heeft opgeleverd. Maar we zouden ernstig tekortschieten als we door onze trots op het verleden de zware opgave die voor ons ligt niet zouden onderkennen. Mensen zijn zelfstandiger geworden. Velen kunnen meer zelf. En wij moeten een nieuwe balans vinden tussen die eigen beslissingsruimte en die gezamenlijke verantwoordelijkheid. Zeker, er is sprake van succesvolle emancipatie, waarin het socialistische strijdlied "Vrijheid, u mijn leven" oversprak. Maar die zelfstandige individuen, dat zijn wel sociale wezens. We moeten opnieuw laten zien dat het gemeenschappelijke de voorwaarde is voor het succes van het individu. Want scholing, cultuur, veiligheid, samenleven, dat vraagt om investeringen die niemand alleen voor zichzelf waar kan maken. Mannen en vrouwen die kunnen zelfstandig hun zorgtaken niet goed delen als er geen gemeenschappelijke kinderopvang is. En alleen de allerrijkste die kunnen hun onderwijs zelf betalen. Om sommige villa's kunnen de eigenaren een hek zetten, maar voor echte veiligheid moeten we samen garant staan. En hoezeer ieder van ons ook aan zijn eigen beslissingsruimte hecht, als het om vrede en veiligheid gaat, om duurzame energievoorziening, om de kwaliteit van ieders bestaan, dat moeten we echt samen doen. We zien het om ons heen. Ondanks gestegen welvaart en de kwaliteit van voorzieningen, er is veel onzekerheid onder de mensen. En dat kan gemakkelijk tot onoverbrugbare spanningen leiden. Tussen jong en oud, tussen zieke en gezonde, tussen hoog en laag opgeleiden, tussen oude en nieuwe Nederlanders, tussen krimpregio's en overvolle oude wijken. Die spanningen overbruggen, zonder in ouderwetse bureaucratische oplossingen te vluchten, zonder als overheid het bord opnieuw helemaal vol te schrijven, dat is onze uitdaging. En die uitdaging die kunnen we aan, omdat we ons laten leiden door beginselen die de tijd hebben doorstaan. Beginselen van gelijkberechtiging, van innerlijke verbondenheid tussen mensen. Het is de weg die de oprichters van onze partij ons hebben gewezen. En die weg is voorwaarts en niet vergeten de solidariteit.